hebt niet de hele tijd je hoogtepunt. Dus je kunt neuken, maar je moet ook ergens over kunnen hebben. Dat je moet ook weer naar beneden kunnen handhaven. Ik had geen idee dat dat was wat je daarmee bedoelde. Nee, ik ook niet. Ik heb echt geen idee wat dit was. What up, Space? Ik ben Tim. Sam. Ga niet. En vandaag gaan wij een video opnemen. Ja. Dat doen we natuurlijk bijna nooit. Maar voor jullie wel. Meisjes. Over wat wij aantrekkelijk vinden van meisjes. Ja. Zeker. Wat vinden wij aantrekkelijk van meisjes? Nou, laten we even billen en tieten weghalen. Wat vinden wij? Iedereen één ding even zeggen en daar gaan we over praten. Ja. Tim. Ja, oké. Okay. Zal ik gewoon beginnen met het basic? Ja. Lichaam. Daar vallen wij wel snel op. Wij? We praten van jezelf. Ja, we gaan eventjes voor jezelf. Ja. Drie. Iedereen valt daar snel op. Dat is ook niet voor jezelf gedaan. Zeker wel, maar ik praat voor jullie omdat ik weet dat het klopt. Ja, ik hou meer van een English speech. In het begin val je op iemands uiterlijk, want in het begin weet je nog niet heel veel van iemands innerlijk. Als je net dus je valt in het begin op iemands uiterlijk, dus daar hoort ook lichaam bij. Wat stoort jullie meer, lelijk gezicht of lelijk lichaam? Lelijk gezicht. Als je op een lelijk lichaam heeft, maar een heel mooi gezicht, kan ik ook gewoon. Loyaliteit, ja. Heel loyaal kan zijn aan een vriendje. Vertrouwen. Als je vertrouwen in elkaar hebt, dat is niet precies hetzelfde als loyaliteit. Alleen vertrouwen, dat ze gewoon, als jij bijvoorbeeld naar een feestje gaat en zij kan zeggen van hey, super veel plezier, even als je thuis bent, ik hoop dat het leuk wordt. Ja, daar. Wat ik ook echt heel aantrekkelijk vind. Hoezo, daar kan ik veel sneller. Wat ik ook heel aantrekkelijk vind als een meisje een keer een bijvoorbeeld, ik ga even drinken, dat betaalt. Jongen doet het heel vaak. Ik vind het echt aantrekkelijk als een meisje ook een keer. Nee, ja, maar dat staat dan gelijk aan wat ik weer heel belangrijk vind, is dat een meisje ook initiatief toont. Ja, dat vind ik echt aantrekkelijk. Snap je? Ja, ik ook wel. Dus als een meisje ook de eerste stap. Ja. Als je durft te zuigen. Tim, jij verandert echt van kindvriendelijk naar de meest racistische boy in de list. Ik vind ook dat een meisje naar jou komt en niet als jij nooit haar zoent, dat je nooit zou zoenen. Ja. Jouw kusjes geven aan jou aan. Komt nou, dat heb ik echt helemaal. Ja, ik ook. Een goede kledingstijl. Maar dat moet jij niet echt. Voor mij mag wel lona, vind ik wel. Ja, dat weet ik zelf. Tuurlijk wel. Als ze loopt in, weet ik veel, echt moker, lelijke zooi. Dan is ze gelijk al minder aantrekkelijk. Dat ik van lachen hou. Humor hebben. Ik moet echt met een meisje kunnen lachen. Tim, wordt je snel verliefd? Ja, Tim wordt moker snel verliefd. Nee. Nee. Jawel. Nee, als jij een goede chick hebt gezoend en één dag bij de baby. Jij bent dan gelijk helemaal. Heb je wel een zwakte voordeel? Want je gaat hier niet zo. Ja, jij praat er altijd gelijk zo filosofisch over. Ja. Maar ik praat sowieso. Ik praat sowieso over media. Dat is niet snel vliegen, hij is gewoon een gevoelige. Ik ben gewoon een gevoelige. Hij kan niet meisjes pijn doen, dus stel je hebt dat keer, is zo waar, hoor. Hij heeft één keer iets met een meisje gedaan, zou hij altijd wel iets. Heel erg zacht, maar altijd wel iets nog. Als ik iets met een meisje heb gedaan, dan vergeet ik ook meteen Omdat dat zijn ook niet heel apart. Kijk, dat ik ook aan. Dat is niet misschien aantrekkelijk, maar als je een leuke familie heeft. Ja, dat is echt leuke heel ouders. Als de ouders je mogen, dat is nee, zo. Nee, het is geen turn-on als ze leuke ouders hebben, maar wel een turn-off als ze het niet hebben. Ja. Mello, wat vind jij aantrekkelijk? Als een meisje sportief is. Vind je aantrekkelijk, jongen? Ik vind ook aantrekkelijk als een meisje sportief is. Gewoon lekker sporten. Ja. Niet rood, niet bloot. Geschoren. Alles schoonhouden. Beneden en boven. Geschoren. Ik heb het over intelligentie, jullie hebben het gelijk over kutje haar. Ja. Nee, ik zeg wij zijn gewoon die goede jongens. Er moet ook meer zijn dan alleen de oppervlakte, zeg maar. Wat? Je moet ook ergens over kunnen praten. Kijk, je kan de oppervlakte beklimmen, maar daarna moet je ook verder kunnen, snap je? Je moet de toppiek bereiken en daarna moet je ook verder naar beneden kunnen afdalen. Dus als je hoogtepunt hebt bereikt, dan. Boah, het zit er helemaal nergens. Je kunt het beklimmen. Sorry Shakespeare. En. Nee, je kunt het beklimmen. Ja. Maar dan moet je ook wel afdalen samen. Je hebt niet de hele tijd je hoogtepunt. Dus je kunt neuken, maar je moet ook ergens over kunnen hebben. Dat je moet ook weer naar beneden kunnen afdalen. Ik had geen idee dat het was wat je daarmee bedoelde. Nee, ik ook niet. Ik heb geen idee wat dit was. Oh. Mijn fouten toen durfde gewoon. Ja, oh mijn god. Dus is een fout en later komt erachter dat ze niet blijft zitten nemen. Als het op een grappige manier doet en dan niet er fouten toegeeft, dan vind ik het wel leuk. Af en toe een beetje van die schattige tekstjes heeft. Oh, dat vind ik echt kut. Maar ja, onbedoeld. Maar iets niet durven, vind ik gewoon spontaan. Schattige meisjes. Gewoon als je dit denkt van, ah, oh, weet je wel, gewoon lief. Ja, als ze iets niet durft ofzo, als ze iets niet durft. Nee, dat is wel nee, juist je durf je niet de pijp aan het zetten, schat. Nee, ik bedoel, als ze een beetje bang is voor iets ofzo. Mooie ogen, hele mooie ogen. Hey, tanden. Teeth piercingen. Moet geen tandvlees hebben. Teeth piercingen, ja. Ik vind ogen en tanden belangrijk. Als ze niet rookt. Wie zijn je teeth piercingen? Ogen, ja, maar ogen zijn altijd wel mooi. Ik zweer, ik zou echt een moord doen voor blauwe ogen. Als mij in een kleermaker zit, zeg maar.
Als beetje lenig. Gewoon... Meiden lenig zijn. Ja. Gewoon lenig. Want dan ben je in de nek kunnen leggen. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik vind wel gewoon aantrekkelijk als het lenig is. Als het niet zo stijf haard is. Ja, nee, als ze een goede postuur heeft. Als in hoe ze lopen bijvoorbeeld. Niet dat ze allemaal zo met hun schouders naar beneden hangen. Oké, oké. Als ze mannen. Hey! Ik vind een stem ook echt heel belangrijk. Ja. Ja. Wie ben jij? Nee. Kan ik al niet op verliefd worden? Hallo? Weet ik veel. Een hele mannenstem. Huisje. Zijn heel mooi meisje. Huisje. Dan kan ik al niet meer verliefd worden. Of echt zo'n overdreven accent. Ga met de boeren, jongens. Ga maar naar toe. Ja, dat vind ik wel. Ja. Weet je ook zo van een hoge venen en zo. Dan kan ik al niet verliefd worden. Dat is het enige kut aan Duitse cruises ook, dat accent. Er was een chick. Zo erg mooi. Ik vond het echt mooi. Bij de Voice Kids kreeg haar naam nog mooi. Ze was echt mooi. Praat jij een beetje zo? En dan kon ik gewoon niet meer iets voelen. Dat kan gewoon niet. Dat is echt kut. Oké, we gaan door over het innerlijk van meisjes. We hebben niet zoveel over. Sociaal. Ja, ja. Makkelijk kan praten. Communicatief sterk. Wat ik ook heel belangrijk vind, serieus, dat ze dankbaar is. Ja, en, stel, ik heb er meegelopen een hele date, dat ze dankjewel zegt. Want ik heb ooit ben ik met een meisje op date geweest. Met een bioscoop en sushi gegeten. Ik had geen eens dankjewel gezegd. Gewoon geen eens van het kleine voor. En dat vind ik zo aantrekkelijk als je geen dankjewel zegt. Nee, ik ben het met je eens, man. Ik ook. Ja, ik ook. Meisjes zijn ook gewoon heel lief. Kunnen heel lief zijn. En daarvoor moet je ze belonen. Als ze stinken, als ze slecht zoenen. Ja, ik kan niet verliefd worden als een chick niet zoals mij zoent. Je kan het er ook wel leren, hè? Ja, dat doe ik ook altijd, maar alsnog. Ik vind zoenen echt met gevoel veel kussens er doorheen. Ja. Dus gewoon... Veel kussens? Ja. Tongkus, toch gewoon heel veel kussens en minder tong dan kussens, zeg maar. Super. Lees je mijn gedachten of zo? Gaan ze met elkaar doen, normaal. Oké, mensen, dit was dan wel alweer deze echt enorm rommelige video voor jullie. Buiten alle rommeligheid om. Hoop ik dat jullie het toch leuk hebben gevonden. Vonden jullie het leuk? Laat het met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En dan zien jullie bij de volgende video. Ja. Ciao! Masso!